Nee, van krimp is op vakantiepark de Tijmse Berg in Renen geen sprake. Sterker nog, vanochtend wordt er een nieuw chalet geplaatst. Na de eerste schrik van de intelligente lockdown lijkt het er nu op dat Nederlanders toch hun vakantie gaan boeken. De voortekenen zijn absoluut positief. De eerste boekingen komen binnen. Dus ik verwacht zeker dat we wel een inhaalslag gaan maken. Voor de zomer ziet het er dus goed uit. En ook in de meivakantie is een groot deel van de chalets verhuurd. Circa 180 huisjes. En er zijn ook een aantal boekingen binnengekomen, juist dankzij het coronavirus. We hebben een gast uit Senegal, die werkt bij de Nederlandse ambassade. Nou, die is door de ambassade teruggestuurd naar Nederland met zijn gezin vanwege de corona. We hebben een stel die een woning hadden verkocht, naar het buitenland zouden gaan met hun caravan. De grenzen zijn dicht, dus die konden nergens meer naartoe. En die zijn bij ons hebben ze kunnen terugvallen. Bang om failliet te gaan is Sanjay absoluut niet. Hoe vervelend het coronavirus ook is, bezoekers weten zijn vakantiepark te vinden. Het is een ruim opgezet park. Iedereen heeft gewoon zijn eigen voorzieningen in de woningen. Je hebt je eigen tuin. Je zit toch midden in de natuur. Je bent er even tussenuit. Hou er wel rekening mee dat alle voorzieningen gesloten zijn. Dus dat is wel de andere kanttekening. Maar als je toch even er lekker tussenuit wilt, ja, dan ben je hier wel op het juiste adres.